dat je wordt weggezet als iemand die zijn dieren niet goed beschermt en zijn dieren niet goed verzorgt. Dat is echt wel het ergste. En dat er geoordeeld over je wordt zonder dat zij inhoudelijk bij je op het erf hebben gekeken. Er zijn elke dag, nagenoeg kunnen we zeggen dat er elke dag wel aanvallen zijn. En dan aan de kant van twee aanvallen, van één of twee zijn. Maar soms hebben we er ook wel 6, 7 per dag. Zeg maar. We zijn met 5 of 6 taxateurs zijn we dan vaak wel op pad. Ja, voor de natuur is het prachtig. Het is gewoon een heel stuk completer geworden daardoor. Allerlei zaken die we hier in Nederland niet meer hadden, die treden plotseling wel weer op. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat met de komst van de wolf naar een dichtbevolkt en door mensen intensief benut land wel de nodige uitdaging heeft. De schapen van Marjoke Oenema uit de Drentse Wittelten zitten momenteel binnen, zodat de wolf er niet bij kan, om nog meer aanvallen te voorkomen. Eigenlijk ben ik daar de tel in een beetje kwijt, maar een stuk of 12, 13 keer. De laatste keer waren er van de 16 waren er uiteindelijk 10 dood. Dus waarvan er 6 direct dood waren en 4 geëuthaniseerd die vreselijk beschadigd waren. Dat is echt niet om aan te zien. En die waren ook voor een deel door de draden gejaagd. Er lagen in het land allemaal dooien en er lagen nog buiten het land nog een aantal dooien. Dus dat tref je aan. En als je er dus maar één aantreft, dan gaat het eigenlijk netjes. Dus, en wat moet je daar dan van zeggen? Oenema begon eind 2021 na de eerste aanvallen op eigen initiatief met het plaatsen van wolfwerende rasters en deed daarna mee aan een pilot van de provincie Drenthe. Ze ontving 20.000 euro subsidie en maakte zelf ook nog voor zo'n 10.000 euro kosten om een raster te kunnen plaatsen. Er was wel een enkele aanval, maar dat ging. En tot dit voorjaar, tot vorige maand eigenlijk. Toen hadden wij zo in no time 4 aanvallen achter elkaar. In die rasters met een vreselijke dosis stroom erop. En toen was in een paar weken tijd was de maat vol. En toen hebben ze binnengehaald. Het was klaar. Toen was het niet om aan te zien en we hebben genoeg schapen ingeleverd. De rasters blijken dus duidelijk niet te werken. Die zijn eerst, met dat ze geplaatst zijn, zijn die rasters gekeurd. En nadat de schapen aangevallen zijn, zijn ze weer gekeurd. En daarbij is gewoon gesteld dat allemaal goed is. Maar dat het dus niet helpt. Stukken land waar de wolf compleet een ravage had aangericht, waar de draden volledig intact waren, waar niks aan te zien was. Het is ook gezien dat hij echt met veel beleid zijn kop er tussendoor steekt en gas geeft en er doorheen roetst. En dan staat er gewoon meer dan 5 kilovolt stroom op. De oom van mijn man, waar onze schapen bij in het land liepen, die was er op het moment dat er een aanval was, 's ochtends vroeg. En die verstoorde daarbij die wolf. En die wolf die ziet die vertrekken. Die komt ook zelfs richting de auto. Die ziet die weer vertrekken. Steekt zijn hoofd tussen de draden. Geeft gas. En die is op die manier weer uit. En eigenlijk kun je al die uitgegeven subsidie en het materiaal wat je ervoor hebt gekocht gewoon wegknikkeren. Jaap Mekel is wolvenconsulent voor de provincie Drenthe en Friesland. Hij adviseert over wolfwerend raster. Hier in deze regio, Roedel Drents Friese Wold, daar zit minimaal 1 individu bij die tussen de draden van het flexibele raster doorstapt of springt. Dat kan misschien doordat de vacht voldoende isoleert en dat het dier geen schok krijgt. In principe, het stroomdraad, als er 4.500 volt op staat, dan ontstaat er een veld van spanning om dat hele raster. Maar als er een waaghals is die dat helemaal geleerd heeft van het valt wel mee, ja, dan gaat hij er tussendoor. Dus die draden met flexibel raster, die nylondraden, die adviseren we hier in de regio niet meer. Blijft of dat vaste raster met draden over. En dat is minder makkelijk om doorheen te stappen voor zo'n wolf, doordat het stijver is en misschien wat door de vacht heen drukt. Maar het is natuurlijk nog bedrijfszekerder. Die netten, daar kan hij niet tussendoor. Of gaas, daar kan hij niet tussendoor.
En er zijn dus enkele aanvallen binnen het flexibele raster. Dus als je daar de conclusie uit mag trekken, dan zou je denken van, nou, die netten of vast gaas met stroomdraad ervoor, dat lijkt het beste te werken. Maar niks van die rasters is 100%. Karel Verplak is wolvenschadetaxateur. Hij heeft de melding gekregen over een vermoedelijke wolvenaanval op een pony in het Gelderse Otterlo. Nou, hier kunnen we al de plek zien waar de aanval gebeurd is. Hier ligt allemaal bloed en bloed van de slachtoffer ligt op de grond. Dus daar is het, waarschijnlijk is daar de eerste aanval geweest en heeft hij hem hier doodgebeten. En dan zien we een sleepspoor. Hij is die kant heen gegaan en vanaf daar zien we ook veel bloed liggen. Dus hij is aan het slepen geweest. Dus hij heeft waarschijnlijk van de pony de buik los willen trekken. Dat heeft hij dus losgetrokken en dan gaan ze ermee slepen om de ingewanden eruit te krijgen. Want die ingewanden die willen ze niet, die vreten ze niet, dus die willen ze uit de pony hebben in dit geval. En als dat eruit is, dan kunnen ze veel makkelijker bij het vlees en bij de ribbenkast komen. En daar gaan ze dan aan vreten. Dus dat zullen we zo zien als die onder de kap vandaan komt. Dan kunnen we zien dat hij waarschijnlijk wel geprobeerd had om die buik los te trekken en de ingewanden eruit te krijgen. Eens kijken wat er voor de dag komt. Kijk, zie je dat? Dat is flink toegetakeld, hè? Ja. Verplak voert een DNA-onderzoek uit om met zekerheid vast te kunnen stellen dat dit het werk van een wolf was. Ik heb nou dus die DNA-swaps klaargemaakt. Voor de DNA-afname. Dan moeten er silica-korrels in, want dan moet het heel droog blijven. Dus dan doen we altijd eerst die korrels erin. En dan gaan we kijken of we eigenlijk het speeksel van een wolf, of van als het een wolf geweest is, van een predator zien te krijgen. Dan gaan we hem altijd eerst even bekijken waar die aanval geweest is. Want meestal pakken ze hem bij de keel. Dus meestal bij een schaap of dingen, altijd een keelbeet. Dat zie ik hier ook al. Dus wat het eerst gegrepen is, is bij de keel, zeg maar, om hem dood te krijgen. Dan zie je duidelijk dat hij in de keel allemaal bijtwonden zitten. Kijk, hier is een groot gat. Daar is hij voor het eerst aangevallen. En daar nemen we dan het beste resultaat om daar het DNA van te nemen. Kijk hier, hier zit een grote bijtwond. Kijken hoe hij aan deze kant eruit ziet. Kijk, hier kun je duidelijk zien dat die buikholte helemaal losgetrokken is. Die ingewanden, door het slepen, die ingewanden er helemaal uitgegaan zijn of half eruit. Dat ze heel goed aan die ribbenkast hebben kunnen vreten. Dat kun je hier heel goed zien. Kijk, hier al die ribben die het hier zit, zie je dat? Dat is allemaal afgevreten. Want hier normaal zit hier natuurlijk een hele ribbenkast overheen. Dat is allemaal weg. Dat is helemaal opgevreten. Ja. Het paard is goed vet, want hij heeft altijd van de winter op stal gestaan. Nou, net een paar dagen buiten en hij is al gegrepen. Kijk, dit is echt ingewanden eruit en de ribbenkas opgevreten. We zijn er heel wat gewend, maar elke situatie is toch weer anders. Ja, en dit is ook behoorlijk. Dit is best heftig wat je hier ziet. Ja. Vaak zijn het schapen die alleen maar doodgebeten zijn. Dan zie je alleen een keelbeet en verder niks aangevreten of zo. En dan liggen er soms wel 6, 7 of soms nog wel meer. Alleen maar doodgebeten en totaal niet aangevreten. Maar deze hebben ze flink, of die is flink te pakken genomen. Ja. Hier hebben we dus de wolf kunnen sporen. Door middel van die sporen, die meten we ook op. Die pootafdrukken, die prenten noemen we dat dan. We kunnen zien dat hij hier het randje van de sloot gestaan heeft. Hij is er overheen gesprongen. Daar sporen we hem ook weer. Dus hij is vanuit hier gekomen zo. Hier de slootje over gesprongen. Onder de afrastering door naar het paard toe. Duidelijk pootafdrukken. Het is momenteel erg druk met aanvallen. Tijdens het filmen krijgt de schadetaxateur zelfs alweer een nieuwe melding binnen. In veruit de meeste gevallen gaat het om schapen. Binnen 5 tot 6 weken zal het DNA-resultaat van de predator binnen zijn en kan duidelijk worden of het inderdaad een aanval van de wolf was. De schademelding wordt ook nog beoordeeld door bij 12, wat extra belangrijk kan zijn als er geen duidelijk DNA-resultaat is.
Ook voorstanders van de wolf zien natuurlijk liever geen dood vee. Wolvenexpert Leo Linnarts begrijpt goed dat een aanval enorm veel impact heeft op veehouders. Zeker wanneer een wolf meer dieren doodt dan hij opeet. Hij legt uit hoe de wolf zich ten opzichte van zijn prooi gedraagt. Ja, dat zit eigenlijk evolutionair gezien in die roofdieren ingeprogrammeerd. Om te pakken wat ze pakken kunnen. Want je hebt nu een kans. En je weet niet of je morgen, overmorgen of de dag daarna weer een kans krijgt. Dus honger hoort bij een bestaan als predator. Nog lang niet elke veehouder heeft maatregelen genomen om vee te beschermen tegen de wolf. Op locaties waar wolven geleerd hebben een bepaald type raster te overwinnen, zou verandering van rastertype kunnen helpen. Dood vee laten liggen om nieuwe aanvallen te voorkomen is geen goed idee. Ja, eigenlijk zien we dat liever niet. Want we hebben een beetje het idee dat we daarmee de wolf belonen om jacht op schapen te maken. En we willen juist die wolf afleren dat schaap goed eten is. Sowieso vindt die schaap eigenlijk niet zo heel erg bijster. Omdat schapen een hele wollige vacht hebben. Daar hebben ze ook op gefokt. En die wollige vacht, ja goed, als je haar in je mond hebt, is niet fijn. Dat vindt die wolf ook. Hij heeft liever een ree met een korte vacht dan een schaap met van die mega lange haren. Dat zien we ook, of tenminste, ik heb het wel gezien dat een ervaren wolf die een schaap doodt dan gewoon het dier vilt en dan pas gaat eten. Terwijl bij een ree of een zwijn, die worden met huid en haar opgegeten. Wat we niet weten is hoeveel wolven er zaten die alleen maar ree hebben gegeten. Want we weten dat er ook dieren zijn die echt alleen maar ree of haas of weet ik wat, zwijn eten, dus wild en geen vee. En dan zijn ze ook eigenlijk helemaal niet zichtbaar. Als ze pas als een wolf aan de schapen gaat, ja, dan zie je dode schapen in de wei. Wordt er DNA-monsters genomen en dan komt zijn DNA-profiel op de lijst te staan. Om de wolf inderdaad naar die natuurlijke prooidieren te leiden, is Johan Wesselink wolvenconsulent voor de provincie Gelderland. Nou ja, allereerst is het natuurlijk zorg dat je je dieren in een deugdelijk raster hebt staan. Dit is een goed wolfweerd afrastering, want daar heb ik een aantal attributen voor. Ik heb een meetstok, een duimstok, waar ik gewoon kan kijken of de normen gehaald worden. En er moet minimaal 4500 volt stroom op staan, 4,5 kilovolt. Nou, hier meet ik dus 4,2, 4,5, 4,6. En bovenin heb ik 4 ampère weerstand. 4,5, 4,9. En dan zie je een dikke pijl dat die aan die kant ergens een storing in de afrastering heeft. Dus de schapenhouder zal die kant op moeten kijken van waar zit hier een probleem. Meten is weten, dus ook de schaapherder zal zelf moeten meten. En niet één keer in de 3 weken, maar dagelijks van is mijn afrastering nog steeds wolverend. Want een wolf heeft genoeg aan een gat van 20 bij 20 centimeter. Ik heb zelfs foto's gemaakt waarbij een wolf door een dassenwissel ging. Dus zo'n graafgang van een das onder een raster door. Dat was ongeveer 10 bij 10. En toen de wolf erdoor was, was het 20 bij 20. Dit is een gat waar een wolf doorheen kan. Heel simpel gezegd, als zijn hoofd er doorheen kan, kan zijn hele lichaam erdoor. En dat is bijna niet te geloven, maar meer heeft een wolf niet nodig. Dus elke oneffenheid in de bodem, in het maaiveld, als daar een greppeltje zit of een laagte in zit, moet je met je afrastering mee met die oneffenheid. Omdat je anders een groter gat dan 20 centimeter overhoudt. En dat pikt die wolf niet. Dat de onderkant van het raster extreem belangrijk is, bevestigt ook Linnarts. De natuurlijke neiging van een wolf is om ergens onderdoor te kruipen. Dat komt vanuit de evolutie. Hè. Vroeger was er geen schrikdraad of prikkeldraad of wat dan ook, maar je had wel doornstruiken. Die doornstruiken, daar kun je heel goed onderdoor kruipen en minder goed overheen springen. En helemaal als je niet goed kan zien wat aan de andere kant is, nog meer doornstruiken, dan is springen helemaal niet verstandig. Dus van nature zal een wolf op zoek gaan naar een onderdoorgang. Ze kunnen zich ongelooflijk plat maken. En, misschien heb je het ook wel eens een keer van een kat gezien of zo. Die denkt van, hè? Hoe kan dat nou? Nou, het kan. En
Dus de natuurlijke neiging is eronder doorgaan. Daar gaat hij naar op zoek. Zo'n wolf verkent eerst van wat zie ik hier? Hoe zit dat raster in elkaar? Zijn hier makkelijke manieren om doorheen te kunnen? Ja dan nee. En die zoekt dus altijd de zwakke plekken op. Die wolf is namelijk ook heel slim. En als ze die wolf halfbakken stroomrasters voorschotelen, dan krijgt hij de kans om heel goed te leren waar nou de zwakke plekken zijn. En vervolgens heb je een goed opgeleide wolf die op zoek gaat naar de zwakke plekken. Nou, eigenlijk wil je dat zo'n wolf meteen gewoon patsboom, een tik op de neus, een flinke schok van het raster krijgt en denkt van oei, dat moet ik maar niet meer doen. Als we dat allemaal achter goede afrasteringen hebben staan, dan zal hij zich in eerste instantie richten op die dieren die buiten die afrasteringen zitten. Daar zal hij moeite voor moeten doen. Die dieren, daar moet hij achteraan. Die dieren die moet hij observeren, die moet hij vangen. En dan zal hij met name jonge dieren, jonge onervaren dieren pakken. En zwak, ziek en misselijk aan oude dieren. Daarmee heeft de wolf ook een goede taak om de wildstand gezond te houden. Maar het plaatsen van rasters die aanvallen op vee moeten voorkomen kost nogal wat tijd, merkt ook Arjan Stadegaard. Hij heeft een paardenpensionstal in het Gelderse Renkum, signaleerde de wolf al eens en wil een aanval voorkomen. Dat is tot nu toe gelukt. Wel is hij al een jaar bezig met het afrasteren van 55 hectare. Dit is het raster. We hebben gekozen voor 1,35 hoog. Het advies is eigenlijk 120 centimeter. Maar ik vond het toch net iets veiliger om het iets hoger te doen. En we hebben dan ook een extra draad. Normaal zijn het 5 draden. En we hebben 6 draden. En aan de binnenkant hebben we dan nog 2 extra draden. Dat is om het zichtbaarder te maken voor de paarden. Maar dat is eigenlijk alleen maar een toevoeging. Ik wilde eigenlijk gewoon niet wachten tot het laatst. Of niet wachten totdat er een aanval is. Maar ik wilde het gewoon voor zijn. En nee, bang ben ik niet. Maar wel gewoon, ik heb de verantwoording voor 70 paarden en ponies. En die wilde ik wel gewoon nemen. Dat ben ik gewoon wel verplicht naar mijn klanten toe. Ja, onder de klanten hoor ik toch best wel wat, nu niet meer. En er zijn ook echt wel klanten die best wel wat negatiever zijn over het hekwerk, dat het niet zou helpen. Maar ik moet zeggen, die beginnen nu toch langzaam wel bij te draaien. Ik hoor toch ook wel van mensen die ergens anders een paard hebben staan, waar helemaal niks is gedaan. En dan hebben ze toch wel zoiets van, dit is misschien niet 100% veilig. En dat is inderdaad ook mijn motto geweest. Niks doen is voor mij geen optie. Daarom ben ik er gewoon mee begonnen. Stadegaard heeft voor de bescherming van de paarden nog geen gebruik kunnen maken van subsidie. Maar vlak na de opnames werd bekend dat de provincie Gelderland vanaf 11 april de regeling uitbreidt naar de hele provincie en ook beschikbaar stelt voor veehouders met kwetsbare hoefdieren. Ruim 20.000 euro. En vooralsnog, dat ging dan alleen om het materiaal. En daarbij zijn we om nabij een jaar bezig geweest. Alles moest in de verloren uurtjes steeds een stuk doen. En subsidie is vooralsnog niet. Maar waarschijnlijk dat de regeling open gaat voor paardenhouders. En dan kunnen we met terugwerkende kracht subsidie aanvragen tot een maximum van 20.000 euro. Momenteel kan er dus maximaal 20.000 euro subsidie aangevraagd worden. Een bedrag dat vaak niet toereikend is. Ik denk dat het voor sommige sectoren, als het blijft zoals het nu is, wat betreft vergoedingen en dergelijke, dat het heel erg lastig wordt. Die grote weidebedrijven met schapenhouderij, als je dan draden moet zetten, is het al moeilijk. Want op dit moment wordt het niet vanuit GLB vergoed, waardoor de overheid gehouden is aan de minimumsregeling dat er maximaal 20.000 euro per dierhouder uitgekeerd mag worden. Ja, dan is ongeveer het kantelpunt ligt dan bij 150 schapen. Dus als je meer dan 150 schapen hebt, nou, vaak is die 20.000 dan niet meer toereikend. Maar het grootste probleem is de arbeid. Het kost echt heel veel meer werk. Die onderste draden, vooral die 20, maar ook die 40, die vergen heel veel onderhoud. Je moet heel frequent maaien in het groeiseizoen. Deze tegemoetkoming die mag van Brussel, Europees gezien, niet meer dan 20.000 euro zijn.
Dus we zitten gewoon aan een Europese regeling vast. Of wij moeten deze wolfwerende maatregelen in een andere systematiek brengen. Bijvoorbeeld onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid, onder het GLB. Als we dat binnen het GLB brengen, dan kunnen we ook op een andere manier subsidies verstrekken. En eventueel ook de meerdere arbeidskosten daarin meenemen. Dan denk ik dat er veel meer mensen toch ook overgaan om dit soort wolfwerende afrasteringen te gaan zetten. Dus die factor arbeid die wordt over het algemeen onderschat. Dat is echt een belangrijke bottleneck voor veel dierhouders. En natuurlijk er zijn allerlei mensen die stoppen vanwege het leed. Het is echt niet leuk om bij je dieren te komen en dan allerlei opengescheurde dieren te zien. Dus dan hebben mensen zoiets van, eens maar nooit weer. Dus die stoppen ermee. Dat maatregelen veel tijd in beslag nemen, merkt ook Paul Aalbers. Hij heeft een begrazingsbedrijf en heeft hierbij zijn schaapskudde in het Harde, in Gelderland, wolverende rasters en kuddebeschermingshonden. Wij merken dat we zeker 2 keer zoveel tijd nodig hebben voor hetzelfde raster als je het met elkaar vergelijkt. En als het een beetje tegen zit en het terrein is wat moeilijker, dan loopt het alleen maar op. Wij hebben veel maatregelen genomen. Het 6-draads raster voor de grote percelen. We hebben de 1,20 meter flexienetten voor de kleinere percelen. En we hebben kuddebeschermingshonden. Tot vorige maand werkte het eigenlijk heel goed. En de afgelopen maand heb ik ook 2 aanvallen gehad binnen wolfwerende rasters. 1 keer een flexienet van 1,20 hoog en 1 keer het 6-draads raster. Het 6-draads raster was doorbroken doordat de schapen gingen vluchten. Die zijn uitgebroken en de meesten hebben zich daardoor weten te redden. Maar in het flexienet had ik ook meer slachtoffers. Maar konden we ook geen sporen vinden hoe de wolf binnengekomen was. Dan is het meest aannemelijk dat hij gesprongen is. Maar met zekerheid kunnen we dat nog niet zeggen. De schapenhouder heeft inmiddels 12 kuddebeschermingshonden. Hij doet mee aan een pilot van de provincie. Die gebruiken we tot nu toe voornamelijk in de begrazing van de natuurterreinen. Afgelopen winter hebben ze voor het eerst ook meegelopen in de weiderij. En ook daar gaat het met vallen en opstaan. Gaat het nog niet precies op de manier zoals we het graag zouden willen. In de groepen waar de kuddebeschermingshonden meelopen, hebben we in ieder geval nog geen schade gehad. Dus dat pleit wel voor ze en dat geeft ook wel motivatie om ermee door te gaan. Maar we hebben toch nog wel een jaar nodig, zeker. En dan zijn we dus 3 jaar bezig met kuddebeschermingshonden om dat een beetje goed te krijgen. Dus dat is zeker geen maatregel die algemeen toepasbaar is en voor iedereen geschikt is. Daarnaast is het wel een maatregel die heel goed werkt. Dus het geeft wel de hoogste mate van bescherming. De grootste uitdaging is eigenlijk in dit soort omgevingen de honden op acceptabel gedrag te krijgen. De honden werken vanuit het principe dat er zoveel mogelijk rust is rondom de kudde, rondom de schapen. Rondom deze wei is een doorgaande weg waar honden aangelijnd uitgelaten worden, waar paarden rijden, waar auto's rijden, waar fietsers fietsen. Maar omwonenden slapen er ook rondomheen, dus ze moeten geen geluidsoverlast veroorzaken. Ze moeten binnen het raster niet extreem hard meelopen of meerennen met auto's of fietsers. En dat is een proces wat we aan het leren zijn. Veebeschermen wordt in de toekomst nog belangrijker, maar de wolvenpopulatie lijkt zich sneller te ontwikkelen dan het beleid voor beschermingsmaatregelen bij kan houden. Ja, ik verwacht zeker dat de wolvenpopulatie gaat toenemen. Er kunnen rondom de Veluwe zeker nog wolven vestigen. Maar je hebt nog andere natuurgebieden in Nederland en die zijn nog nauwelijks bevolkt. Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld, daar begint nu net pas een soort vestiging op gang te komen. Dat soort plekken, dat is voor de wolf ideaal. Oenema beschermt haar schapen momenteel door ze binnen te houden. Om dat te kunnen doen, heeft ze al flink moeten inkrimpen. Voor de wolf zaten wij op een 500.
En we hebben er nu nog een 160, 170. We willen niet meer 's ochtends eigenlijk eerst met pijn in je buik wakker worden. Van gaan we, of gaat iemand ons bellen dat dit aan de hand is? Gaan wij straks eerst een rondje langs de schapen om iets te vinden? Nou, dat wil je niet meer. En de laatste twee keer was echt een drama. Een groot drama. En de schapen zijn echt volledig in de stress. Dat is echt, echt zielig. Op het moment dat wij ze dan binnen hebben gehaald, binnen een uur ligt alles plat te slapen. Zo moe zijn ze. Ja, dat is echt gewoon diep triest. Als je ook ziet hoe graag ze of zij de schapenkar in wilden, dat is echt ook verbazingwekkend. Dat ze met gang aankomen van neem ons maar mee. Hoenema is teleurgesteld dat veehouders onvoldoende geholpen worden en ervan beschuldigd worden hun dieren niet goed te beschermen. Dat je echt niet geholpen wordt en weggezet wordt als je doet het niet goed, je bent te beroerd en je zorgt niet goed voor je dieren. Terwijl je er gewoon continu alles aan doet om ten eerste om er gewoon goed voor te zorgen, maar ook om in de eerste plaats te proberen om die wolf buiten te houden. En je denkt, in eerste instantie dachten wij ook even dat we goed bezig waren. Totdat hij dus blijkbaar net zo lang zichzelf getraind heeft om hier ook mee om te gaan. Dus wel zeggen, ja, je moet samenleven met de wolf. Punt. En je moet je dieren beschermen. En dat hebben wij gedaan. En dan durven ze gerust nog te zeggen dat je het dan vast niet goed hebt gedaan. In goedgekeurde rasters, dat die wolf daar gewoon klakkeloos ingaat. Dat hij getraind heeft en dat hij weet hoe het moet. En dat hij daar gewoon geen boodschap aan heeft. En dat is... En dat wordt eigenlijk een beetje genegeerd. Want eigenlijk wordt er dan nog een beetje naar je gekeken van, ah ja, maar ja, je zult toch wel iets niet goed gedaan hebben.